Dames en heren, lieve mensen, ook dit jaar is het thema voor deze herdenking Vrijheid geef je door. In vrijheid leven betekent jezelf kunnen zijn en vrij zijn van angst. De wereld waarin we nu leven is nog steeds erg verdeeld. Niet iedereen kan genieten van vrijheid. Ik gebruik graag de alliteratie dat mensen met net bloemen zijn. Mooi in hun diversiteit en daarmee ook beter bestand tegen allerlei ziektes en plagen. Het wantrouwen dat gezaaid is in de harten van mensen is onkruid dat lastig valt te wieden. Door dit onkruid kan men de weelde aan bloemen die de samenleving is niet waarderen. Kijk om je heen. Wat zie je? Voel je angst of voel je juist verwondering bij wat je ziet? Je kan vrijheid pas doorgeven als je zelf vrij bent in je hart. Mensen leven soms in vreselijke omstandigheden, maar zijn toch gelukkig omdat hun hart vrij is en vol van liefde. Laten we een voorbeeld nemen aan deze mensen. Laten we verschillen omarmen om zo samen op weg te gaan naar een mooiere toekomst. Voor een mooier wereld. Voor vrijheid. Ik dank u. Jamie Snyder namens de LHBTQ community. Samen herdenken wij alle mensen die gedeporteerd of overleden zijn en diegenen die hun eigen leven